Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, je trainer zei het al, Danny Bouws, de verdediging stond goed vandaag. Ja, ik denk dat we ondanks de vele wijzigingen achterin, heel nieuw centrum, Hamid, Kevin, dat we keurig stonden. Ja. Het enige gevaar waar we vandaan kwam was de corners, natuurlijk hele lange gasten. En dat was het enige gevaar eigenlijk, verder hebben we weinig weggegeven. Dus het stond prima vandaag. Ja, Joey Jongman, natuurlijk koning van de standaard situaties, in ieder geval bij Barendrecht. Was het moeilijk om hem en zijn teamgenoten tegen te houden? Ja, er stond natuurlijk ook een strakke wind over het veld. Dus de bal die draaide af en toe heel raar. En ook een paar keer bleef die hangen. Dus daar hadden we soms wel even moeilijk mee om die ballen in te schatten. Maar uiteindelijk zijn ze daar denk ik één of twee keer gevaarlijk uit geweest. Eén keer pakte Daanus de bal heel goed. En verder hadden we het eigenlijk prima onder controle en stond het gewoon goed. Was het terechte overwinning dus? Ik denk het wel. Ik denk dat wij de beste kans nog hebben gekregen. Een paar keer slordig in de afwerking. Hadden we iets zorgvuldiger kunnen zijn. En dan maak je de 2-0 en dan kan je iets vrijer spelen. En nu bleef tot het einde spannend. Maar uiteindelijk, ik denk terechte overwinning. Hoe zit het dan met de spanning voor zo'n wedstrijd? Want iedere wedstrijd is nu beladen. Je zit iedere keer, moeten die 3 punten gepakt worden? Hoe zit dat bij jou? Ja, dat weet je elke week natuurlijk dat je moet winnen. Nu helemaal, omdat je de 2 wedstrijden, cruciale wedstrijden hebt verloren, dan weet je dat er maar 1 ding op zit vandaag. En dat is 3 punten pakken. Ja, dan heb je gewoon gezonde spanning. Je spreekt elkaar wat moed in en dan ga je het veld op. Je weet dat de teamprestatie moet komen en ik denk dat vandaag perfect gelukt is. En dan kijk je vooruit, dan zie je dat je nog een aantal wedstrijden moet spelen. Hamid zei het al, allemaal finales. Hoe kijk je daar naartoe? Ja, ik denk dat we nu gewoon puur naar volgende week moeten kijken. Die wedstrijd winnen is ook weer een cruciale wedstrijd. En als je die wedstrijd wint, dan is er nog van alles mogelijk. Dan op laatste wedstrijd krijg je natuurlijk UNA thuis. En dan moet er wel een wedstrijd zijn waar het er nog om gaat. En niet dat je dan al kansloos bent. En dan is alles nog mogelijk eigenlijk. UNA uit, hè? UNA uit, sorry. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.